Hoeveel keer hebben ze dat nou al niet gedaan, die onderzoeken? Ze weten best wel wat er hier is. Schoolgaande. Het gaat fenomenaal. Duindorp was deze week onderwerp van een fel debat in de Haagse gemeenteraad. Want discrimineren Duindorpers meer dan andere Hagenaars? Onderzoek zou dit volgens een deel van de gemeenteraad moeten uitwijzen. Maar er zijn ook partijen die vinden dat een onderzoek Duindorp alleen maar in een kwaad daglicht zet. Voorlopig laat het onderzoek op zich wachten en heeft iedereen er weer iets over te zeggen. Maar wat vinden de Duindorpers nou eigenlijk zelf? Is het nou niet vervelend als je in Duindorp woont en iedere keer wordt weer gezegd Duindorpers zijn racistisch? Nou, ik vind het wel vervelend. Kijk, want het wordt allemaal over één kam geschoren en dat is niet zo het geval. Ja, dat zit ik niet zo mee. Je vindt het niet erg dat je voor racist wordt uitgemaakt? Nee, waarom? Nou, dat is niet prettig omdat het gewoon niet zo is. Boeit me eigenlijk helemaal niet. Nee. Het lijkt mij wel vervelend. Ik ben namelijk geen racist en als iemand dat tegen mij zegt, vind ik dat vervelend. Ik ben ook geen racist, maar als ze dat denken, dan willen hun dat weten. Op het moment als jij een bevolkingsgroep in Duindorp neerzet als een racistische groep, pleeg je zelf racisme. Pleeg je zelf discriminatie. Denk je dat er sprake is van racisme? Nee. Nee, er wonen genoeg buitenlandse mensen omheen. En echt, in ieder partiek wel een gezin onze stijl. Dus dat, ja, nee. Ik ben geen racist. En ik woon hier hartstikke naar mijn zin. Ik heb allemaal leuke mensen in de buurt, dus ja. Ik merk daar niks van. Kijk, als mensen andere mensen slecht behandelen, dan kan je dat zien. Ik merk dat hier niet. Niemand kent Duindorp. Ze weten niet hoe het in elkaar zit. En of jij nou wit of zwart bent, als jij verkeerd doet, dan word je op je punten geweest. En hoe je, wat voor kleur je, waar je vandaan komt, dat maakt toch niet uit. Het maakt niet uit waar je tegenwoordig woont. Het komt toch overal voor. Wat komt overal voor? Nou, dat je allemaal mensen, hoe noem je dat, mengels hebt. Ja, dus mensen die niet afkomstig zijn uit Nederland. Ja, zoiets, ja. Er zijn ook kindertjes die bij mijn kleindochter op school zitten. Oh, die komen ook uit zo'n oorlogsgebied, laat ik het zomaar zeggen. Maar die mogen jouw kind totaal losslaan. Dan is van, ja, mijn kind heeft dramatische ervaringen meegemaakt. Ja, hallo. Traumatisch. Ja. Dat kan dus ook niet. Maar sla jij dan terug, dan zijn wij natuurlijk... Maar ik zeg eerlijk, ik vind Duindorp niet racistisch, nee. Ja, het zal overal wel een heel klein beetje racisme tussen zitten. Eén of twee, en het is overal. Dus niet hier alleen, dat is in ieder dorp en zo. Ik heb zelf een kameraad die heeft een kleurtje, dus... Ik ben geen racist, waarom? Ik denk dat dat gewoon een slapgeouwehoer is, dat hier heel veel racisten wonen. Dat is onzin. Maar ja, het is wel een volkswijkje. En daar moet ook rekening mee gehouden worden. Ik merk hier helemaal niks van. Geen racisme in de wijk? Nee. Daar heb jij ook geen kleurtje, dus misschien valt het dan minder op. Ja, nou, ik hoop nog bruin te worden deze week. Dus. De gemeenteraad heeft deze week een fel debat gehad. De ene partij zegt we moeten een onderzoek gaan instellen in de wijk. De andere partij zegt nou dat zou alleen maar slecht betekenen voor de mensen in Duindorp. Dan worden ze weer in een kwaad daglicht gesteld. Hoe ziet u dat? Hoeveel keer hebben ze dat nou al niet gedaan, die onderzoeken? Ze weten best wel wat er hier is. Daar hoeven ze geen onderzoek naar te doen. Ik vind het sowieso wel dat je dat moet doen. Er is gewoon echt veel ophef over en veel nu dus vraag naar. Dus ja. Een onderzoek zou goed zijn? Ja, waarom niet? We hebben niks te verbergen, toch? Je hebt de laatste maanden hoor je ook niks, je hoort verder helemaal niks. En nu gaat het weer, is er weer iemand die zegt, joh, ik wil een onderzoek naar discriminatie. Het lijkt wel of ze het aan willen blijven wakkeren. Als je niks te verbergen hebt of wat dan ook, dan mag elk onderzoek toch komen. En onderzoek is een onderzoek, dat doet toch geen pijn?